Volgens Michael Masi zullen de lokale overheden van Bahrein en Abu Dhabi een sleutelrol gaan spelen bij een eventuele terugkeer van Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Toto Wolff hoopt van harte dat Hamilton weer in zijn auto kan stappen, maar benadrukt dat Russell anders wederom zal invallen. Het is momenteel nog onduidelijk of de zevenvoudig wereldkampioen aankomend weekend in actie kan komen tijdens de seizoensafsluiter in Abu Dhabi. Hamilton werd vorige week positief getest op het coronavirus en zit sindsdien in isolatie in Bahrein. Via racedirecteur Michael Masi heeft de lastige situaties inmiddels wat meer verduidelijkt. De gezondheidsautoriteiten in Bahrein moeten bepalen of hij, volgens hun criteria, gezond genoeg is. Daarna is het aan de autoriteiten van Abu Dhabi om te kijken of hij ook aan hun criteria voldoet. Wordt Masi geciteerd door motorsport.com. Als beide overheden akkoord gaan en hij volgens aan de FIA-protocollen kan voldoen door een negatieve test te tonen voordat hij het paddock betreedt, dan is er wat ons betreft geen enkel probleem. Hierbij benadrukt Masi echter wel dat Hamilton minimaal 1 vrije training of de kwalificatie verreden moet hebben, wil hij toestemming krijgen om deel te nemen aan de race. Toto Wolff hoopt zelf in ieder geval dat Hamilton aankomend weekend weer in de auto zit. Als Lewis herstelt en hij COVID-vrij verklaard is en negatief getest is, dan komt alles goed, vertelt Wolff na afloop van de Grand Prix van Sakhir. Ik denk dat we moeten afwachten hoe goed Lewis herstelt. Het belangrijkste is dat het goed met hem gaat. Hij zei dat hij zich vandaag weer een stuk beter voelde. Hij heeft dus een grote stap gemaakt. Het is volgens de Oostenrijker dan ook simpel. Als de test negatief is, dan is het zijn auto en weet ik zeker dat hij een schitterende race zal rijden. Als de test in Abu Dhabi positief is, dan zit George in de auto. Zo besluit Toto Wolff. Ja, de Grand Prix van Sakhir was wederom een grote teleurstelling voor het team van Ferrari. Direct na de start zag Leclerc zijn kans om een aantal plekken te winnen en besloot hiervoor een groot risico te nemen. Hierbij raakte de Monegask de auto van Perez, waarna hij zelf de bandenstapel inreed. Vettel wist de race weliswaar uit te rijden, maar moest genoegen nemen met de 12e plek. Scuderia kreeg het dus wederom weer niet voor elkaar om punten bij elkaar te sprokkelen en lijkt het seizoen af te gaan sluiten op de 6e plek van het klassement. De race van Charles eindigde al na slechts 4 bochten toen hij in botsing kwam met Perez, vertelde Binotto in zijn race review, die we trouwens willen feliciteren met zijn eerste Formule 1-overwinning. De stewards hebben het incident onderzocht en hebben Charles een gridstraf van 3 plaatsen opgelegd voor de volgende race in Abu Dhabi. Dat maakt een einde aan iedere discussie over wat goed en fout was aan dit alles, vertelt de teambaas resoluut. Ook over de prestaties van Sebastian Vettel wil Binotto niet al te veel woorden vuil maken. Wat Sebastian betreft is het jammer dat we geen enkel punt uit zo'n gekke race hebben kunnen halen. De teambaas benadrukt dat het nu nog een kwestie is van het seizoen afmaken en dat het team daarna alleen nog maar naar de toekomst gaat kijken. We moeten vooruitkijken, dit seizoen afmaken en dan ons volledig gaan concentreren op volgend jaar, besluit Binotto. En goed, dat was hem dan, de GPFans nieuws special van maandag 7 december. Middageditie. Vond je dit een leuke video? Laat het dan even weten in de comments hieronder. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi!